Laat ik eerst maar eens met het belangrijkste beginnen. De KNW is sterk voor open data. De KNW wil dat binnen haar eigen institutenorganisatie met geld stimuleren en doet dat ook al. Zo, nou, dan kan ik eigenlijk weer gaan zitten. Maar ik wil eigenlijk de context schetsen waarom wij daarvoor zijn. Nou, het eerste punt waarom je voor is, is een soort gevoel van rechtvaardigheid. Je zou kunnen zeggen het belastingbetaler-argument. In de zin dat wat met publieke middelen gefinancierd is, publiek toegankelijk zou moeten zijn. Daar is geen spel tussen te krijgen en dat kun je eigenlijk alleen maar steunen. Want waarom zou je daar tegen zijn? Maar er is veel meer over te zeggen. Ik ben absoluut van mening dat het openbaar maken van de data, het toegankelijk maken van de data, ook de ontwikkeling van de wetenschap zelf zal versnellen. Omdat het mogelijk maakt, en Jan Luiter die sprak daar al over, hoe kun je onderzoek repliceren alleen door de beschikking te hebben over de data? Door die data open te maken worden replicaties veel makkelijker. Maar wat doen wij dan precies? Nou, dat is relatief bescheiden, heb ik gezegd. We hebben 18 instituten. Maar we hebben in ieder geval het volgende voor 2011. Nou, misschien dan toch maar even doorgaan. Wij vinden, alle data moeten duurzaam opgeslagen zijn en voor iedereen toegankelijk, tenzij het echt niet kan. Dat is natuurlijk een discussie, wat is echt niet? Nou, dan moet je wel toch wel met wat argumenten komen. Maar het zou een contract kunnen zijn, dat je bijvoorbeeld voor een periode van half jaar je data niet openbaar maakt. Maar ik heb laatst de Danone-chef horen spreken en die zei, wij zijn ons daarvan bewust. 8 maanden mogen data dan niet openbaar zijn, maar daarna zijn ze openbaar. Wij vinden ook dat in 2011 de KNW-instituten een datanotitie moeten schrijven. Zij moeten de directeur-instituten laten zien hoe zij kijken naar het beleid in zaken openheid van data, duurzame opslag van data en het hergebruik van data. En wij vinden dat bij onderzoeksplannen, onderzoeksprogramma's, aangegeven moet worden wat men aan data management, wat men aan hergebruik van data aan initiatieven neemt. En we hebben daar ook een prijs voor. We hebben daar prijzen. Hè. Je bonus, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Wij hebben daar stimuleringsprijzen voor bedacht. Dat is voor open publicaties en voor open databeleid. De KNW heeft in ieder geval €800.000 gereserveerd voor de eigen institutenorganisatie om deze initiatieven te steunen. Open data maakt het mogelijk om het ontwikkelingsproces van de wetenschap in zichzelf te versnellen. Daarbij vind ik dat als je grote surveys hebt en je hebt cohortstudies, dan moeten andere mensen toegang hebben tot die data. Want het is toch niet te verdedigen dat wat er is nog een keer gevonden moet worden omdat je er niet bij kunt. In 2005 hebben NWO en KNW samen DANS opgericht. En ik wil, dat zal Peter dadelijk zelf wel doen, maar ik wil nog een keer benadrukken hoe belangrijk dat initiatief was en hoe belangrijk het is dat men zich beseft dat daar een plek is waar data duurzaam kunnen worden opgeslagen en gedeeld. Maar als je het over data hebt, dacht ik gisteravond, dan heb je het eigenlijk ook over software. Als je een experiment wilt repliceren en je hebt toegang tot de data, dan zou je eigenlijk ook toegang moeten hebben tot de software. Want anders kan ik in heel veel takken van wetenschappelijke sport nog niks. Want ik moet mijn eigen software schrijven en ik krijg heel andere resultaten. Dus eigenlijk bij de data zou ook de gebruikte software open moeten zijn. Ik weet wel dat we het daar vanmiddag niet over hebben en daar komen we nog wel eens een keer op terug. Maar dat is eigenlijk wel een punt. Publicaties open kan niet zonder data open. Data open kan eigenlijk niet zonder open source software.